Postal, Share the Pain. Een spel voor 8 jaar en ouder. En waarom? Het is te grof voor woorden na het intro. Okay, people, let's go to work. Jumpy. Jumpy. Jumpy is niet thuis. Hoop ik, die rothond. Nou, rothond. Nou, wat kunnen we allemaal doen? Wat? Kan ik maar iets uitdoen? Hide your weapon. Oké, we hebben dus een aantal wapens in het spel. We hebben alleen lucifertjes. Wat ons doel is in het spel is om boodschappen te halen voor mijn moeder. Mijn moeder zit in de caravan en ik moet boodschappen halen. Hartstikke leuk. Het is een open wereld. Het is niet zo heel groot als je denkt, maar het is wel een fantastisch spel. Hallo. Wat staat er op je t-shirt? Wat? Caucasian? Caucasian. Caucasian. Oké. Okay. Hallo meneer, wat doet u? U bent kaal. Hey. Wat doe jij? Beetje stoer doen, hè? En wat ligt daar? Een poesje. Hallo poesje. Oh. We hebben de kat opgepakt. Wat staat die vent te doen daar? Zet je te dansen? What the fuck doe je? Mogol. Ik geloof dat hier wel ergens het winkelcentrum zat. Ja, hier. Hier zitten we in het centrum. We kunnen hier naar binnen. We kunnen eens kijken hier binnen. Wat hebben ze hier allemaal? Flippenkast. Ik zie hier allemaal speelautomaten. Ik zie hele dikke vrouwen. En een paar gasten zijn hier verslavend. Spelletjes aan het spelen. Oké, okay, dat ziet er allemaal best wel normaal uit. Dag meneer. Hallo? Ik moet niet bij jou wezen, dus ik ga er weer vandoor. Doei! Sorry. Sorry voor deze onderbreking. Waar gaan we heen? Ik weet niet. Oh la la. Sorry mevrouw, ik zal nu niet meer... Wat? Waarom lopen ze allemaal zo raar? Ze lopen allemaal zo heel stoer en kinky in die game. Ik ga nog eens even kijken. Waar moeten we heen? Naar F. Ik ga eens kijken. Oh, Paradise Mall. Ik denk dat we daarin moeten, naar Paradise Mall. En we krijgen het volgende stukje level. Zo gaan we steeds door. We worden toch een beetje een open wereld, deze game. Even op de F kijken. Milk. Hier hebben we dus ergens het winkelcentrum. Ik denk hier zo. Zullen we hier binnen eens kijken? Yes, we have milk. Melk hebben we nodig. God, what's that awful stench? Oké, hier zitten we Did dus someone in... slaughter a goat in here? No, seriously, I want to know. Het stinkt hier, zegt hij. We hebben melk nodig en staat hier melk? Dit is melk. Dit is verdomd lekkere melk. Dit hebben we nodig, toch? Too easy. Oké. Okay. Nou, we hebben melk gehaald. Go pay the cashier or not. We kunnen geld betalen aan de cashier. Dat is wel zo netjes, hè? Laat het gewoon doen, ja? Ik heb geen wapens namelijk. Ik kan ook niet... Kan ik schoppen? Ik weet niet of ik kan schoppen, joh. Ik durf niet te schoppen. Ik sta stil. Ik sta vast. Wat gebeurt er? Waarom zit ik vast? Hallo? Ik kon op een of andere manier even niet bewegen. Maar deze manier gaan we even geld betalen. Zo, nou ben ik aan de beurt. Opzouten nu. Hup. Ik ben. Cool. Hello, and what do you want? Enter to pay. Thank you for your unclean visit. Now get out and come again, please. Sounds reasonable. Hij zegt, ga weg en kom ooit maar een keer terug. Oh, wat is druk hier. Kick me. Ik ga even kijken hoe je moet kicken. Options. Controls. Actions. Kick met de Q. Let op. 3. Hoppakee. Oh, what the fuck gebeurt er? Oh, hij gaat schieten. Oké, okay, ik ben weg. Doei. Kom, politie, stop hem. Politie staat daar. Wat gaat politie doen? Gaat hij iets doen? Nee, niks. Wat nou? Opzouten. We hebben de bank moeten we hebben. Dus we gaan naar de bank toe. Moeten we hier naar voren? Ja. Oké, we moeten dus langs het winkelcentrum waar ik net een vent heb geschopt die me probeert te vermoorden. Hopelijk komt hij niet meer. Dag meneer. Doei. Ik loop door. En we gaan kijken of we hier nog wat anders vinden. Een poes. Waarom gilt iedereen? Ik doe helemaal niks.
Zo, we lopen hier nog door. En we gaan hier naar de bank toe. Is dit een bank? Ik denk dat we hier naartoe moeten. We moeten pick up pay check en cash pay check. Oh, dat is de library. Nee, hier moeten we langs. Zie, het is dus echt een open wereld. Hallo kat. Alle schoppen. Politieagent niet. Nee, dat doen we niet. Politieagentje moet niet schoppen. Earl's Elephant Range and Grill. Police Station. Bank. We moeten naar de bank, dus we gaan hier recht vooruit. Wat een mooie foto die je daar ziet. Zie je het? Zo, en we komen bijna bij de bank, hoop ik. Ik zie allemaal prachtige woestijnomgevingen. En cactussen. En als het goed is, moeten we daar bij de bank aankomen. Communications. Jack in, jack off. Is dit het? The Fee of America. We get away with it because we can. Dit ziet eruit als een bank. Dit is zeker een bank. We lopen naar binnen. En ik denk dat we in de rij moeten gaan staan, helaas. Meen je dit? Oh, oh, politieagent gedragen, joh. Hij is kaal. Ik ga niks doen. Ik doe mijn rits open. Nee. Oké, dat heeft hij niet gezien. Ik heb stiekem mijn rits open gedaan. Kan hij die opschieten? That rocks. You're welcome. I can help you over here, please. Hey. What? Hello. I'd like to make a deposit. And how much did you need to deposit? $40. Okay. Okay, zo'n 40 bak op de geld. Ze vragen voor hoeveel geld wil je overbrengen? €40. Okay, is goed. Geen rekeningnummer, ook gewoon random 40. Ik ga in de rij staan voordat er andere mensen komen. Want die meneer daar, die wil volgens mij in de rij gaan staan. Zo, meneer, lekker weertje. Ik zal vertellen, ik was vandaag melk. Sorry. Excuus. Maar ik was vandaag dus melk aan het halen. En toen op een gegeven moment. Toen. Waarom kijk je zo boos? Ik praat tegen je. Sorry. Damn, Sir Piet. Maar ik was dus melk aan het halen. En toen op een gegeven moment kwam er een man iets. Ik doe niks. Weet je, zo brutaal. Je bent een man die moet politieagent zijn. En dan moet je respect hebben voor de burgers. Ik vertel probeer alleen te vertellen dat die gozer schoot op mij. En er was politie en die deed er niks aan. Zo. Ja, negeer het maar. Hey. I'd like to make a deposit. And how much did you need a deposit? $40. Hey. Sorry. Ik was alleen maar aan het luisteren aan het gesprek. Jeetje. Ja, kan je middelvinger omsteken, hè? Zerpje, als ik hem schop, dan krijg ik hem. Up yours, pig. Wat kijk je, mevrouw? Oké, ik moet moonwalken naar die vrouw. Let op, ik doe het dadelijk ook wel even. $60. Oké, nu ga ik moonwalken, joh. Opzouten. Let op. Wat ben jij voor me? Ik was eerder. Oeps. Hallo? I'm sorry, but you'll have to go to the back of the line. Wat? Ik was eerder dan u. Ik stond nog die politieagent. Ja, opzouten. Ik ben Nina. Opzouten. Ik schop je weg, hè? Ik schop je weg. Serieus. Als ik niet voor je ga? Opzouten. I'm so wrong. Ik moet. I'm sorry, but you'll have to go to the back of the line. Wat? Nou, ga maar voor dan. Damn. I'd like to make a deposit. Zeg dat die man voor me gaat. Ik zweer het. Kick ass. Oké, nu ben ik aan de beurt. Er is niemand meer. Nu kan ik. Can anyone help you? Oeps. Ja, u moet mij helpen. How can I help you? Wat moet ik hier doen? Je moet geld opnemen, denk ik. En hoe doen we dat? Hoe moet ik in vrede om geld... Ja, bij die vrouw toch? Can anyone help you?
I'm sorry. Oh! Nee, wat doe ik? Wat doe ik? Oké, zal ik stilstaan? Ik word ineens gesnapt. Ik heb niks gedaan. Ik heb niks gedaan. Mevrouw, politie zoekt me en ik heb niks gedaan. En nu willen ze me in de boeien slaan en dan gaan ze ook nog schieten. Ik sta stil. Ik sta stil. Oké. That's it. You're under arrest. I'm going to have to cuff you. You have the right to remain silent. Anything hell, you say, I needed a vacation anyway. Ik snap hier geen reet van. Nu zit ik in de fucking politiecel. Kan het open? Hoe lang moet ik hier zitten? Ga openen. Nou, laat me zeggen, wil je meer van zulke video's? Laat het weten in de comments en dan ga ik nog zeker dit spel spelen. Blijft een beetje vreemd dit hoor. Godspel.